En dat knoppen we in onze oren. Ja. Maar ik heb nog wat tips voor jullie klaarstaan. Goeie tips trouwens. Nu, één ding is sowieso duidelijk, hè? Onze drie ondernemers hier hebben geen gebrek aan visie, toewijding, ambitie en optimisme. Maar dat is languit niet het enige wat nodig is om als zakenleider te slagen. Bestaat er wel een successleutel? En vooral, wat zijn de valkuilen van het ondernemerschap? Wel, daarvoor ging ik eerder deze week ten rate bij advocate Marion van Geluwe. We horen tegenwoordig onrustwekkende cijfers over het aantal faillissementen. Betekent dat dan dat rechtbanken eigenlijk strenger worden voor ondernemingen met moeilijkheden? Er zijn natuurlijk een aantal factoren die meespelen in het feit dat we een forse stijging hebben van het aantal faillissementen. En in de eerste plaats is er nog altijd het slechte economische klimaat die ervoor zorgt dat de faillissementen nog altijd toenemen. We zitten met de consumenten die minder geld uitgeven. We zitten met de overheden die moeten bezuinigen, die dus ook minder overheidsopdrachten uitgeven. Bijvoorbeeld in de bouwsector alleen al, als je de vergelijking maakt tussen 2012 en 2013, zitten we daar alleen al met een stijging van 13%, wat heel veel is. Dus die bedrijven die zitten met minder inkomsten. Aan de andere kant zitten ze ook met het feit dat hun klanten veel trager betalen op veel langere termijn. Ook veel slechte betalers, waardoor dat ze kosten moeten maken voor procedures. En die combinatie tussen minder inkomsten en aan de andere kant dan ook nog eens meer kosten, dat zorgt ervoor dat ze vaak in een vicieuze cirkel terechtkomen en dat ze eigenlijk in die negatieve spiraal terechtkomen die hen leidt tot het faillissement. Nu, het is wel zo dat de rechtbanken van koophandel, die gaan de bedrijven in moeilijkheden echt wel heel goed opvolgen. En ze doen dat eigenlijk door enerzijds de handelsonderzoeken te doen. Dat zijn eigenlijk onderzoeken waar men gaat bedrijven opsporen die in moeilijkheden zitten. Men gaat daar informatie over inwinnen en dan nodigt men de zaakvoerders of de bestuurders van die bedrijven uit naar de rechtbank. En men gaat hen zeggen van kijk, wij hebben vastgesteld dat uw bedrijf in moeilijkheden zit, in financiële moeilijkheden, of er zijn althans signalen die dat aangeven. En dan gaat men kijken wat zijn uw zwakke punten, waar kunt je aan werken. En men gaat dat ook gaan opvolgen. Wordt daaraan gewerkt door die onderneming of niet? Neemt men dat au sérieux, die handelsonderzoeken of niet? En als men ziet dat een onderneming, ondanks het feit dat ze opgeroepen worden, daar eigenlijk geen acht op slaat, dan gaat men die ondernemingen in feite failliet verklaren. Dan gaat men de zaak overmaken aan het parket en het parket kan dan gaan dagvaarden. Dus we zien wel dat de rechtbank van koophandel daar eigenlijk zeer kort op de bal speelt en kijkt van kijk, oké, hier krijgen we een flikkerlicht. Dat is een onderneming in moeilijkheden. We gaan die uitnodigen en we gaan kijken of dat die eigenlijk de zaken aanpakken en proberen terug tot een herstel te komen. En is dat enkel de taak van de rechtbank van koophandel? Of zie je dat we eigenlijk ook als een van de takenpakketten van de advocaat zelf? Wel, als een advocaat zelf vaststelt dat zijn cliënt in financiële moeilijkheden zit, dan kan men twee zaken doen. Men gaat eerst gaan onderzoeken van kijk, die financiële moeilijkheden, zal dat sowieso een faillissement tot gevolg hebben of niet? Als men ziet van kijk, de situatie is al zodanig geëscaleerd dat dat bijna niet meer te redden valt, dan gaat men die cliënt gaan begeleiden om op een deftige manier de boeken neer te leggen. Ziet men dat daar nog een kans is dat die onderneming zich herpakt, dan heeft men de mogelijkheid om de zaak voor de rechtbank te brengen en een verzoekschrift neer te leggen in het kader van de WCO, de Wet op de Continuïteit van Ondernemingen. En dan gaat men eigenlijk vragen aan de rechtbank van kijk, bescherm onze onderneming voor een bepaalde periode tegen de schuldeisers, tegen de claims die wij krijgen van schuldeisers en geef ons de mogelijkheid om ons te reorganiseren, zodanig dat we mogelijk terug tot een herstel komen. En daar heeft de rechtbank van koophandel dan weer een zeer belangrijke taak, waar dan toch die evolutie in die WCO zeer goed opgevolgd wordt. En ziet men op het einde van de rit van, kijk, ondanks alle goede pogingen
die onderneming zal er niet komen, dan gaat men terug het faillissement gaan uitspreken. Dus de rechtbank van koophandel zien we dat die daar toch wel een zeer actieve rol in speelt. En dat is eigenlijk maar goed ook. Want ondernemingen die sowieso in feite virtueel failliet zijn in het economisch leven toelaten, dat is voor niemand goed. Het is beter dat die ondernemingen dan zo vlug mogelijk in faling verklaard worden, zodanig dat die eigenlijk uit het economisch leven weggehaald worden. En hoe snel gebeurt dat? Dat gebeurt eigenlijk relatief snel. Als we bijvoorbeeld zien een WCO die afgewezen wordt, waar de rechtbank zegt nee, ik sta hem niet toe, dan zien we dat eigenlijk in zeer korte termijn, dan spreek ik over een maand, anderhalve maand, die vennootschap ook effectief in faling verklaard wordt. Dat is eigenlijk zeer kort op de bal spelen. En ik zeg, ik vind dat zeer positief dat dat gebeurt.